moet eigenlijk het zand zo doen zoals je denkt dat het goed is. En dan zo je hand erin zetten. Okay. En daar haal ik dan het een en ander uit. Ja. Nou doet Peter dat vaker dan ik. Ja. Maar ik kan het je wel uitleggen. Ja, dan ben ik wel benieuwd naar hoe zoiets werkt. Want dat was die eigenlijk vergeten, zei die. Oké. Mag ik het zand zo doen zoals je denkt dat het goed is? Zo lang geleden met zand heb gespeeld. Hè? Ja, hoor. Ja, kan niet tegen. En dan moet ik mijn hand erin zetten. Ja. Ja. Een ander doet zo een hup, weet je wel. Ja. Jij bent echt heel precies. Ja. Ja. Nou, dan ga ik eens kijken. Heb je last van je rug? Ja. Nou, dit is dan. Hier loopt je rug. Je tijdsvinger. Dit is je relatievinger. Dit is de emotievinger. En dit is het werk. Okay. En dit heeft met je hart te maken. Heb jij verdriet gehad? Ja. Ja. Er zit nog iets bij je hart. Hartepijn, zeg maar. Ja. Ja. Dus dat kan ik dan hier aan zien. En dan kan ik zien of jij over je heen gaat lopen. Dat laat je nu niet meer gebeuren. Nee. Nou ja, zulke dingen hou je er dan uit. Wat bijzonder. Ja. Je bent heel bescheiden, maar je laat niet meer over je heen lopen. Nee. En je staat best wel open voor dingen, maar niet te dichtbij komen. Ja. Klopt dat een beetje? Ja, nou het is inderdaad, ik sta wel open voor dingen, maar het is wel, want het gaat wel zoals ik het wil. Ja. 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 Volgens mij drink je wel genoeg water, dat ligt hier dan ook. Als je te vet eet, dan kan dat ook zien, zeg maar, je lever en je gal. Dat kan je er allemaal uit halen. Gewoon aan de vingers, aan de vorm en hoe diep ze erin staan. En je bent heel netjes, opgeruimd type. Je houdt niet van dingen op een andere plek. Dat klopt dat, schat? Ja, zeker. Krijg je wel eens op je kop als je dat dingen laat liggen? Ja. Ja. Oh. Nou, het is meer dat ik gewoon als hij het niet doet, dan ruim ik het zelf op. Ja, zelf op. Ja. Maar dat je dat allemaal zo daaruit kan halen. Ja. Bijzonder. En dat is dan eigenlijk ook gewoon hoe iemand zijn hand dus neerzet. Je hebt ook wel eens dat mensen, mag ik het veranderen nu? Ja hoor. Ja. Dat mensen zo doen, zeg maar. Ja. Ja. Dat zijn agressieve mensen. Ja. Dus diep in het zand. Ja. Dat is echt. En helemaal dicht zo, gesloten types. Ja. Het gekke is dat ik dus eigenlijk gewoon dacht, ik leg mijn hand zo neer. Ja. En zoals u het neerzet, dan denk ik, oh ja, dat had ook nog gekund. Ja, maar zo ben je niet. Nee. Precies. Ja, dat dus dat kan ik dan na de hand wel vertellen, maar niet van tevoren. Nee. Ja, dus ja, dat haal je allemaal een beetje uit het zand. Mooi. Ja. Bedankt voor de uitleg. Graag gedaan.